Het was een vroege ochtend. Ik was 6:30 wakker. Ik ben ook meteen aan de slag gegaan. Eerst thuis. Ik ben nu op kantoor. Sinds 11:00 vanochtend, denk ik. Nou, ik ga nog een uurtje door en dan moet ik alweer weg. Het is 2 dagen voor de lancering van het nieuwe bedrijf waar ik in investeer. En ja, ik help mee eigenlijk om de webshop klaar te maken. Dus ik ben op dit moment bezig met producten aan de webshop toevoegen. Ja, dat is mijn taak voor nu, voor vandaag en morgen. En maandag hebben we nog een meeting met de websitebouwer. Dan gaan we de puntjes op de i zetten maandagochtend. En heb ik om 1:00 zelf afspraken. Dus voordat ik naar mijn afspraken ga, moeten we eigenlijk online met de webshop. Het is spannend, er moet nog superveel gebeuren. Als je hier kijkt, dit zijn allemaal papieren. Vergt nogal wat tijd nog. Dit is rotwerk, hier heeft niemand zin in. Maar dit soort dingen moeten gebeuren als je een bedrijf aan het opzetten bent. Ja, ik ga nog even door hier. En daarna ga ik naar de zaak. Want daar heb ik nog iets te vertellen aan jullie. Yes, ik was nog niet klaar op kantoor, maar ja, als tijd is, is tijd. Als je weg moet, moet je weg. Ik ben net in de zaak. Hier is het ding. Hier bij Houtmans Pasta's had ik in de afgelopen half jaren 1 chef, David. En David deed de helft van de week en ik deed de andere helft van de week. Maar David is inmiddels weg. Ik wist het natuurlijk ongeveer een maand van tevoren. Ik had tijd om een nieuwe kok te vinden en in te werken. Maar ik heb het verzuimd om het een beetje op tijd te doen door drukte. Dus ik was er niet aan toegekomen. Waardoor ik in de tijd dat hij wegging niet een volwaardige vervanger had die de keuken goed kent en het zou kunnen runnen. Goed, inmiddels heb ik wel mensen gezocht. Heel wat mensen op gesprek gehad. Ik heb inmiddels 2 jongens aangenomen. Mijn doel is om 3 pastachefs aan te nemen die de keuken gaan runnen. En ik wil eigenlijk in de komende tijd meer afstand doen van de keuken en de jongens laten draaien. Ik wil meer afstand van de keuken zodat ik mij kan focussen op de marketing, op de strategie en op inkoop en op investeren bij de Houtmans Pasta's om. De investering die ik heb lopen daar wil ik wat meer aandacht aan besteden. Ik wil wat vaker content maken. En ik wil in het nieuwe jaar weer leven blazen in voorbeeld allochtoon. Maar dan moeten we even kijken hoe dat met tijd in te delen is. Ik heb nog geen flauw idee. Een van de 2 jongens is al begonnen. Ik ben al begonnen met hem inwerken deze week. De andere begint volgende week met inwerken. Nee, de week daarna. Dus de komende 2 weken is focus op deze eerste pastachef. En dan moeten deze 2 jongens over een maand of anderhalf ready zijn om de toko te kunnen draaien zonder mij. Vandaag is het de 2e dag volgens mij van Jeffrey. Ja, 2e dag. Hij zal binnen nu en 10 minuten aankomen, dus ja. Hey. Hoi Jeffrey. Hallo. Nou mensen, wacht even. Dit is Jeffrey. Hoi. Jeffrey, het is je 2e dag toch? Yes, 2e dag. Heb je er zin in, Jeffrey? Ik heb hartstikke veel zin in. Vind je het een beetje spannend, Jeffrey? Ja, heel erg. Ja? Ja, zeker. Bijna 4:20. We gaan bijna open. Jeffrey is nog aan het voorbereiden. Het is een 2e dag. Ik ga weg. Jeffrey, succes vandaag. Thank you very much. Zet hem op. Thank you. Bel me niet als er wat is. Zoek het maar lekker uit. Ik denk dat het een goed plan. Oké. Okay. Doei. Yo. Tutto bene? Tutto bene, sì. Giorgino!
Karif. Assalamualaikum. Het is inmiddels zondag 8 november. Ik heb gisteren niet meer gefilmd. Ik besloot gisteren dus om Jeffrey, de nieuwe kok, in het diepe te gooien. Het was zijn tweede officiële dag. Dus ik dacht, ik gooi hem in het diepe, ik ga weg. Ik zie wel wat er gebeurt, of hij het redt of niet, of whatever. Maar bleek de perfecte dag ervoor te zijn. Want het was ongeveer 30% drukker dan verwacht. Dus het was aardig druk. Ik heb hem ook verder niet geholpen in de keuken eigenlijk. Ik dacht, weet je wat, zoek het maar uit. Ik gooi je in het diepe en je moet het leren. Dat doe ik meestal bij nieuwe koks. Bij hem kwam het iets ongelukkiger uit. Ik heb wel hier en daar buiten de keuken meegeholpen. Dat het een beetje wat soepeler loopt. Maar ik heb niet ingegrepen om hem te helpen. Dus, maar hij heeft het goed gedaan. Vannacht heb ik behoorlijk doorgewerkt aan de nieuwe website van een nieuw bedrijf. En vanochtend ben ik ook om 8 uur opgestaan. Om verder te gaan met het vullen van de webshop. Dat heb ik tot vanmiddag gedaan. Vanmiddag heb ik voor Helpmans Pastas wat dingen gedaan. Ik heb me net klaargemaakt en ik ga vertrekken die kant op. Ik ga vandaag ook verder niet filmen. Ik wilde gewoon even updaten van hoe het ervoor staat. Ik ga morgen gewoon weer verder filmen. Hey Rowan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we gaan straks online. Ja? Jij bent de bouwer. Ben je ready? Ik sta klaar om het knopje in te drukken. Ja, ben je ready? Ja, zeker. Dus laten we de laatste check nu doen, dingen doorlopen. En dan kunnen we straks online. Is goed. Het is de dag dat het nieuwe bedrijf online gaat waar ik in investeer. Het is vannacht super laat geworden. Ik was tot 3 uur bezig met het werken aan het bedrijf. Vanochtend werd ik uurtje over 8 wakker. Toen gingen we verder werken. En nou ja, jullie hebben net het filmpje gezien, de meeting met Rowan. Gingen we de puntjes op de i zetten. Hij gaat zo meteen alles klaarzetten. We hebben van 1 uur verschoven naar 4 uur de lancering. De campagne staat klaar. En ik ben nu in de zaak. Ik moet nu eigenlijk heel snel door. Want ik heb precies nu een afspraak om 3 kantoren te bezichtigen. Want ik wil weg bij mijn huidige kantoor. Ik moet heel snel daarheen, want ik had er nu al moeten zijn. Gelukkig is het niet heel ver weg. Let's go. Locatie nummer 1 bekeken. We gaan nu naar locatie nummer 2. Locatie nummer 2. Dit is kantoor nummer 2. Ja, dit ziet er heel goed uit. En dit is letterlijk 1,5-2 minuten van mijn zaak. En die uitzicht. Je zit midden in de stad, maar kijk. Kijk hoe rust. Ja, ik vind deze ruimte wel heel mooi. We hebben hier een keuken. Dat is een algemene keuken. En dat is de weg die naar Grote Markt gaat. Daar, deze weg. Het is gewoon echt letterlijk 50 meter verderop is de Grote Markt. Ja, dit is wel chill. Dat was kantoor nummer 2. We gaan nu naar nummer 3. Hierachter, dus 1 straat verderop, is de zaak. En hier in dit gebouw is het derde kantoor. Dit is kantoor nummer 3. Oké, deze kantoor is vrij bijzonder, want dit is eigenlijk gebouwd als studio. Je hebt je eigen keuken, koelkast, gasfornuis, gewoon alles. Maar dat is niet het enige. Deze heeft ook nog een toilet en een douche. Aan de ene kant vind ik het leuk dat het zoveel heeft. Een eigen badkamer,
keuken, gasfornuis, koelkast, alles voor jezelf. Aan de andere kant, ja, lichtveeval is een beetje weinig en de prijs ligt een klein beetje hoog, iets te hoog voor mijn budget wat ik in mijn gedachten heb. Dus ik weet het nog niet. Ik vind het moeilijk om een keuze te maken. Klaar met bezichtigen. Ik heb alle drie kantoren gezien. Ik heb een voorkeur, maar ik vind het lastig om een keuze te maken. En het liefst wil ik geen contract aangaan die langer vaststaat dan een half jaar. En alle drie moet ik tekenen voor langer dan een half jaar. Dus minimaal 1 jaar. En dat wil ik het liefst met kantoren op dit moment niet. Maar ik ben wel bereid om te doen als het een mooi kantoor is waar ik veel aan heb. Op een goede locatie voor een goede prijs. Ja, ik ga even 2 dagen over nadenken en dan laat ik hem weten, heb ik afgesproken. Het is nu bijna 4:30. Over een half uurtje gaat een nieuw bedrijf online. Moet nog het een en ander gebeuren. Eerst naar huis.